Centerparks voor ons. En hopelijk derde keer nog leukere keer dan de vorige keren. Wij gaan deze keer naar een Centerparks in Frankrijk. Ongeveer 3 uur rijden van bij ons. Kindje slapen, of ik hoop dat hij al slapen. Eerste gedachte is dat hier een super leuk huisje is. Ik bedoel, kijk hoe mooi. Goedemorgen. Kijk hoe we slapen. En het is mooi weer. En kijk eens naar ons zicht. Het ontbijtje en de kinderen. Wat hebben jullie? Donuts. Heerlijk. Zeg eentje. This way? Kunnen we zo gaan, denk je? This way? Oké, we zijn onderweg. Het heeft er net keihard geregend hier, maar na regen komt zonneschijn en ook hier komt de zon er even door. Dus wij profiteren ervan om onze beweging te maken van de ene kant van het park naar de andere kant. Wij gaan richting Baluba. We gaan naar de Baluba, want de kinderen hebben gemerkt in Erpenrijden dat dat kei tof was. En ze zijn kei benieuwd hoe dat de Baluba er hier gaat uitzien. Hier is ook een skatepark. En ook soms. Zo. De Baluba is volgens Elodie de allerleukste binnenspeeltuin die er is. Wij gaan van de grote glijbaan. Van de grote glijbaan. Spannend. Voor mij de bedoeling is. Nee. Maar we go in. Ella. Krijgen mama en papa tijd voor romantiek. Not. En ze zijn dat juist komen leveren en de kinderen hadden zin in pizza en wij hadden zin in wok. Dus eten we dat allebei vandaag. Dat is het gemakkelijker dan van bestellen, hè. Het is wat soep geworden. Zijn jullie aan het eten? Nee. Is het lekkere pizza? Maar ik heb nog honger. Balans van de eerste dag. Top! Oh, jullie. Super tof. Ik heb alleen de indruk dat de mama en de papa moeier zijn dan de kindjes. Zijn jullie al wakker? Ja. Ik hoorde al zoiets. Ja. Jullie waren precies alweer aan het babbelen. Nee. Wat gaan we vandaag doen? Zwemmen! Terug zwemmen? Ja.
En gaan we niet eens kijken als er hier nog andere activiteiten zijn? Ja, dat ook. Allee, kom. Opstaan. Kom, we gaan ontbijten. Gisteren hebben we keigezellig ontbeten in ons huisje. En vandaag gaan we ontbijten in de Market Dome. Want daar kun je ook ontbijten, blijkbaar. De Market Dome! En? Ik ben nog een beetje moe. We zijn allebei nog een beetje moe. En ik niet! We zijn aangekomen in de Market Dome en we gaan nu een keer kijken waar we ergens kunnen ontbijten. Want we hebben honger en mama heeft nood aan koffie. Hier zo groot is. Hebben we al keiveel gewandeld hier. Gisteren waren er geen meer, maar vandaag hebben wij een golfkar kunnen regelen. Dus we zijn kei blij. Het is wat frio. Ik ben een beetje raar. We zijn er juist weer een beetje uitgeregend toen we aan het wandelen waren. Dus wat leuker om in onze gezellige cottage een spelletje te spelen. In de gezellige cottage een gezelschapsspelletje te spelen. Oh nee, de bloem. Waar kan ik daar naartoe? Torretje. Is dat torretje? Ja, torretje! Momenteel in de Aquamundo. En wat hebben we allemaal gedaan? De waterbaan. De waterbaan en de... Water Playhouse. Water Playhouse voor de kids. Onze allerlaatste momenten in Center Parks. Na het zwemmen gaan we nog snel een hapje eten. In de Market Dome. En dan gaan we stilaan naar huis. Zit erop. Dag. Bye bye. Bye bye, Sinterklaas. Hallo. Hey, wij zijn opnieuw van With Kids on the Road. We zijn deze keer voor de derde keer naar Center Parks mogen komen. Deze keer niet in België. Maar in Frankrijk. Ja, ja. Deze keer zitten we in Frankrijk. We zitten in Frankrijk. Het park heet Lac des Lettes. En het is gelegen aan... Supermooi park. Ja, een heel mooi park. Een supermooi meer. Gelegen aan een meer in... Kei mooie natuur. En de huisjes zijn ook heel hard vernieuwd. Ja. Dat hebben we al een paar keer gezegd. Goed opgelet, Bas. En? Je hebt een super mooi terras. Ja, we hebben een heel mooi terras met het zicht op het meer. Omdat het dit weekend iets minder goed weer was, hebben wij onze activiteiten een klein beetje moeten aanpassen. En uiteindelijk... Dus we hebben er ook al een paar binnen gedaan. Ja, we hebben heel veel leuke binnenactiviteiten gevonden. Elodie, wat vond jij de allerleukste activiteit dat wij hebben gedaan dit weekend? Zwemmen. We zijn gaan zwemmen in de Aquamundo. Knuffeltjes maken. Ja, misschien eerst even vertellen over die Aquamundo. Daar is iets wat we nog niet hadden gezien in Erperijden en in Vossenmeren. Dat is dat er een heel kinderwaterpretpark is. Met heel veel kinderglijbanen en zo. En met zo'n heel grote emmer. Die dat al het water over iedereen laat vallen. En dat vond vooral Elodie fantastisch. Jij ook wel natuurlijk, maar voor Elodie was dat wel zalig. Want jij hebt de grote glijbanen ook al kunnen doen, hè? En ik kan... En ik durfde... En Elodie durfde ook een paar glijbanen alleen. Ja, en wat heb jij ook gedurfd, Elodie? Alleen de wildwaterbaan. In de wildwaterbaan. De wildwaterbaan is ook uitermate geschikt voor kinderen. Zeg, en... het is hier wel heel groot. Heel groot. Dus een aanrader om een e-kort te proberen te bemachtigen. Ja, dus... Heel snel, want we zijn heel snel op altijd. Wij hebben voor de derde keer een keitof weekend gehad. Dankjewel, Centerparks. Willen jullie nog meer video en filmpjes zien van gezinnen die op vakantie gaan in Centerparks? Abonneer jullie dan zeker op het YouTube-kanaal van Centerparks. Bye!